Gaan we even 4 jaar terug in de tijd? Herinner u, make America great again. Het zijn de woorden van Donald Trump. Mooi zei ik. En ik dacht bij mezelf van, laat ons nu ook eerst even die Chardonnay opnieuw groot gaan maken. Het probleem met vaak Californische Chardonnay, ook en ook. Alsof je met je neus in een schrijnwerkerij zat. En toch kiezen we met deze Panamera voor een Chardonnay. Gemaakt van een huis uit Napa Valley, namelijk Story Ridge Vineyards. Ja, toch voor Chardonnay, maar die is toch wel van een heel ander allooi. Is het niet, Stijn? Ik ga dat proeven zo meteen. Hey, je hebt hem nog niet geproefd? Ik heb hem nog niet. Ah, oké. Okay. Ik was een beetje verwonderd, want dit is afkomstig van frissere wijngaarden, de Central Coast en de Central Region. En dan heb je echt Chardonnay-druiven die ja, niet alleen bij optimale rijpheid geoogst zijn, maar die ook de nodige frisheid gehad hebben. En belangrijker nog, die slechts 8 maanden gerijpt zijn op eikenhouten vaten. En jij hebt natuurlijk zoals steeds weer voor een ander glas gekozen, zeg ik. Ja, maar nu is het mij wel makkelijk gemaakt. Ja. Er bestaat een Chardonnay glas. Oké. Okay. Wat moeten we ons voorstellen bij een Chardonnay glas? Chardonnay glas, oud Chardonnay, is breed van kalk, mooie opening, niet te hoog. Bij Riedel zijn ze ook niet over één nacht ijs gegaan. Ze hebben echt geëxperimenteerd. Ze zijn naar verschillende domeinen gegaan. Ze hebben een samenwerking aangegaan met domeinen, zowel in de USA als in Frankrijk en Bourgogne, voor de glazen te ontwikkelen, in, specifiek voor Chardonnay. En daar kwam het effectief aan uit dat een Chardonnay baat heeft aan een breed oppervlak. Mm-hmm. Niet te hoog, dat we toch die invloed hebben van de oaked Chardonnay, of de vatgelaagde Chardonnay, om dat toch te ervaren. En ook die aciditeit een klein beetje te remmen. Komt trouwens bijzonder goed tot uiting, hè? Zowel in neus als in de smaak. Oké, de oak zit er nog altijd in. Ja. Er is ook niks mis mee. Nee. Dus een beetje karamel, een beetje vanille. Ja, maar het fruit dat er rond zit en de frisheid vooral in de mond, maakt deze Chardonnay toch wel heel toegankelijk voor een heel breed publiek. Hè? Ik denk dat dit een beetje toch wel een publiekslieveling wordt, als ik zo mag zeggen. Reken daar nog bij. Ja, ik zou gaan voor wat geroosterde kip, kalkoen, noem maar op. Ja, witvlees. Beetje gekruid daarbij. Mag ook een beetje gerookt zijn. Ja. Heb je wel een mooie combinatie. Als we verder gaan, Indische keuken. Ja. Met die... Ja. Akkoord dat Californische Chardonnay toch serieus geëvalueerd is? Ja, het platte is weg en het vibrerende komt omhoog. Ja. Make it great again. Wist u trouwens, dames en heren, bestaat zoiets als een ABC-club? Nee, niks achter zoeken. Het staat gewoon voor anything but Chardonnay. Om aan te zeggen van hoe beu men die Chardonnay was. Heeft u daar nog een lidkaart van? Toch maar snel even in de vuilbak gooien na het proeven van deze wijn.